Mens en natuur zijn belangrijke inspiratiebronnen voor beeldend kunstenaar Via Bauma. In haar atelier in de Haniahof in Leeuwarden maakt ze dromerige landschappen, zowel figuratief als abstract. Tot 9 juli is het werk van Via te zien in een gezamenlijke expositie met de kunstenaar Katrine Spinder in kunstgalerie Artemisia aan de Leeuwarder Ewal. Mens en natuur, het is eigenlijk het leven. Dus ik zou kunnen zeggen dat het leven mijn inspiratiebron is. En met name dan wanneer je geraakt wordt. Dus de beleving. En ja, dat speelt ook een hele grote rol in mijn werk. Nee, eigenlijk zijn dit mijn onderwerpen. Maar die zijn zo voor mij oneindig. Daar is altijd weer iets nieuws in te ontdekken. Hey, elk schilderij is weer een nieuwe ontdekking, zeg maar. Okay. Ja. Iets nieuws ook wat je verwerft. Nu schipper je een beetje tussen figuratief en abstract in, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb de indruk dat je langzaam steeds abstracter gaat werken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is altijd wel een zoektocht. En dat heb ik voor mezelf ook onderzocht. En ik ontdek dan eigenlijk dat het ook te maken heeft met een vorm van houvast. Als ik wat meer aan de figuratie vasthoud, betekent dat ik dan ook wat meer structuur even heb. Naarmate ik dat meer los kan laten, ontstaat er ook een andere ruimte en een andere vrijheid in het werk. Ja. Als we bijvoorbeeld dit schilderij nemen, het object links, is dat bijvoorbeeld een huisje? Wat? Ja, dat kan je zien als een huis. En dan is het huis eigenlijk meer symbolisch dan letterlijk het huis. En het huis kan voor mij dan bijvoorbeeld staan voor de mens, of een plek waar je gewoond hebt, of iets wat geweest is. He, met dit schilderij, dan ben ik daarmee bezig. En al werkende ontstaat dat. En dan kijk ik er later naar en denk ik van ja, dat is misschien een stukje geschiedenis, want het huis is eigenlijk al een beetje aan het verdwijnen. Dus dat is ook wel een thema in mijn werk, dat dingen er zijn, maar dat ze ook altijd weer, dat je ze ook altijd weer kwijt raakt. Hoe bedoel je, kwijt, stort het huis in? Of, dingen wat je graag zou willen houden. Ieder mens heeft verlies in het leven. Ja. Maar het kan ook, kunnen ook processen in jezelf zijn. Je verandert zelf ook. Dus ja. op zich kan dat natuurlijk een heel mooi proces zijn. Jazeker, dat is een heel mooi proces. Dat is ontwikkeling. Kijk, en dan krijg ik ook wel weer, de verbinding met de natuur. Daarin zie je ook dingen, je hebt de seizoenen, ja. dingen komen, dingen gaan. En het is altijd weer het bijzondere dat er altijd ook weer nieuwe dingen ontstaan. Hè? Terwijl er eerst iets ook verdwenen is. Ontstaan van je werk, is dat allemaal in je atelier? Of ga je ook wel eens met de schilderzezel naar buiten? Nou, soms ga ik wel eens op pad, maar het is vooral in mijn atelier. Dat is, vind ik toch de fijnste plek om te werken. Ja, daar heb ik toch, ik heb daar mijn eigen sfeer. Ja. En de spullen en daar kan je lekker rommelen en daar ontstaat het dan. Wat er voor mij bijzonder aan is, dat het schilderij iets rauws heeft. He, je ziet, het is niet verfijnd geschilderd. Het is misschien hier dan zelfs ook een beetje vies, is het. Ja. Maar voor mij is dan interessant dat ook in het niet perfecte, dat daar ook schoonheid in zit. En eigenlijk gaat het werk daar ook voor een deel over, dat je jezelf ook kan verbinden met de ongemakkelijkere
met ongemakkelijkere zaken. Dus het hoeft niet allemaal gladjes te zijn. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in dit schilderij. Wat ook bijzonder is voor mij, dat is de plaatsing van het huis. En het licht, hè, dat er altijd eigenlijk... kan je erin gaan en verschijnt er iets lichts, zeg maar. Waar is alle kleur gebleven? Er is heus, het kan zo zijn dat er weer kleur komt, zeg maar. Er zijn ook wel kleurige schilderijen. Maar dit werk is gemaakt in een periode waarin mijn blik iets meer naar binnen gericht was. En dan ontstaan er toch andere dingen. Minder vrolijk dus eigenlijk. Het was tijdelijk even... ietsje minder vrolijk, ja. Een dipje. Een dipje, maar ja, dat hoort er ook bij. Kunnen mooie dingen uit voorkomen natuurlijk. Nou ja, uiteindelijk is het heel fijn dat je daar ook weer je inspiratie van kan maken. Ja. En ik denk ook van, met het werk, ik vind het ook fijn als hier en daar iemand in het werk iets herkent of een bepaald gevoel. En dat iemand denkt van, dat is misschien een minder leuk gevoel, maar dat mag er net zo goed ook zijn. Ja. Dus het is prima. Ja. Oké, wou je nog iets vertellen over de expositie, de op handen zijnde expositie? Die begint komende zaterdag, de hoeveelste? Zaterdag 4 juni is de opening, om 4:00. Nou ja, de tentoonstelling dat is een gezamenlijke, samen met Katrinus Spinder. We hebben dat vorig jaar ook gezamenlijk gedaan in de NHL destijds. Ja, en toen ontdekten we eigenlijk dat het werk best wel mooi combineerde. Ja. Dus vandaar dat dit nu dan ook weer een gezamenlijke tentoonstelling is. Nou ja, vandaag zijn we dan met het inrichten bezig. En dat is dan ook een heel proces van wat doe je wel, wat niet. En vooral ook weglaten. Less is more. Ja. Het zijn de zeewierbeelden van Katrine Spinder dus. Jazeker, ja, zeewierbeelden, ja, ja. Wel heel bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Grillige vormen, hele, ook speels, origineel. Sommigen hebben ook iets dramatisch. 4 juni is de expositie geopend en hij loopt tot en met 9 juli.